Wil je weten wat het verschil is tussen een gewone kapper en een krullenkapper? Kijk snel. Wat leuk dat je kijkt naar franska.nl. Vandaag sta ik voor een krullenkapper. Ja, als kind heeft de kapper ooit tegen mij gezegd dat mijn haar eigenlijk een soort handicap heeft. Want mijn haar hoort gewoon mooi te vallen. En zo'n slag erin, dat is eigenlijk een soort handicap. Nou, mijn moeder was toen razend. Maar het is me eigenlijk altijd bijgebleven dat krulhaar een soort gehandicapt haar is. En ik heb heel wat kappers versleten in al die jaren. Dus ik ben heel benieuwd of een krullenkapper nou echt anders knipt dan een gewone kapper. Hoi Siemga, wat spannend. Een krullenkapper. Ja. Ik wist helemaal niet dat dat bestond, een kapper speciaal voor krulhaar. Zeker. Als je krullen hebt, omarm ze. Embrace your curls, zeg ik altijd. Het is het mooiste wat je hebt. Als je genen maken aan al eigenlijk voordat je geboren wordt, weet je of je stijl of krulhaar krijgt. Dat is wel apart om te weten. Bijzonder, ja. Ja, dus dat bepaalt eigenlijk, wordt eigenlijk al door de natuur bepaald. Het zit in je genen. Het heeft te maken met haarzakjes die uit je hoofd uitkomen. Het haar komt uit een gangetje, dat is plat of rond. Het gekke is dat als het plat is, wordt het een krul. Als het rond is, dan krijg je een steil haar. Dus dat klinkt heel tegenovergesteld, maar dat is wel zoals het is. Waar ik ook kwam, werd ik verknoeid. Dus ik kwam als klein ukkie altijd huilend de kapper uit en dacht op een gegeven moment toen ik 12 was van nou, ik ga gewoon zorgen dat het niet meer gebeurt. Ik ga het gewoon zelf leren. Ja, het ligt natuurlijk heel erg aan het type haren. Want bijvoorbeeld een fijne krul heeft een veel lichter product nodig dan een afro-krul. Of je gaat altijd vocht inbrengen. Want dat is vaak wat het wat pluiziger maakt. Dat is denk ik de helft van een mooie krul. Na het wassen een conditioner. Heel belangrijk. Dus wassen, conditionen en dan een stylingproduct. Breng het product heel goed aan. Dat is vooral heel erg belangrijk. Dus dat je ervoor zorgt dat je het product eigenlijk van roots dus aanzet tot aan de punt even heel goed doorwerkt. Dus wat je dan ook gebruikt, werk het door. En dan heb ik het niet over olies, maar over echt haarproducten. Van een mousse of een gel of een shaper. Dat gaat van hoofdhuid tot het einde en dat werkt eigenlijk helemaal door. Ik heb mijn eigen techniek natuurlijk. Ik heb de zaak al 35, 40 jaar. Dus ik heb mijn eigen techniek helemaal van A tot Z bedacht. En die, verspreid je wereldwijd? Ja, die verspreid ik, weet je. Wij knippen, en dat zal iedereen ontzettend verbazen, alleen maar in nat haar. Dat het een spiraal is, als jij je haar nat maakt, dan krult het de ene keer linksom, de andere keer rechtsom, de andere keer staat het meer omhoog of naar beneden. Dus als jij, ik zal maar zeggen, hem droog knipt en je zou hem waffen, dan droogt hij de volgende keer heel anders op. Jouw haar is nu eigenlijk allemaal op één lengte nagenoeg. En wat ik eigenlijk wil is zorgen dat je wat meer volume krijgt. Wat betekent dat ik dit wil gaan doen. Dus zorgen dat je veel meer volume hebt, dat het mooier vol bovenop valt. Ik ben blij met het resultaat. Mijn krullen vallen mooier. Ik vind echt dat ik een mooie krullenbos heb gekregen. Het voelt heerlijk zacht aan. Ik zou het zeker een keer proberen, de krullenkapper. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.